Welkom bij Nieuwe Ankers vanuit de Houthavens in Amsterdam. Mijn naam is Paul van Diemt. Ik ga praten met Theo Kokke. We gaan praten over pensioen en over anders kijken naar ouder worden. En Theo Kokke is hoogleraar, maar hij is ook filmmaker. Hij is ook ondernemer. Hij doet heel veel en heeft zelfs met iemand van Monty Python samengewerkt. Welkom Theo. Dank je, Paul. Ja, met iemand van Monty Python. En dan ben jij hoogleraar risicomanagement aan de VU in Amsterdam. En dan denk je, hoe komt die man in godsnaam in contact met Terry Jones? Laten we zeggen, het meest serieuze lid van Monty Python. Jullie hebben samen een film gemaakt, Boom Bus Boom. Ik zeg even simpel, opbouw, top, neergang. Geweldig, geestige film ook. Je hebt daarna een andere film gemaakt, Your 100 Years Life. Daar gaan wij vooral over praten nu tijdens dit interview. Maar het is wel even leuk om iets te vertellen over het begin. Hoe jij, want dat is toch, dat blijft bijzonder voor mensen die het verhaal niet kennen. Hoe komt een hoogleraar uit Nederland, een hoogleraar risicomanagement aan de VU... Hoe komt hij in contact met een lid van Monty Python? Ja, toevallig weet ik het verhaal nog wel redelijk. Want ik was aan het fietsen in Canada met een oncoloog. Het was voor Ride to Conquer Cancer, tegen kanker. En dat was met een aantal mensen die ik ken uit de pensioenwereld. En toen kwam ik een oncoloog tegen. En Rob Bugman. En die was ontzettend geestig. En die maakte ook allemaal filmpjes van hoe, hoe mensen beter met oncologie om moesten gaan. Hè. Dus hoe doktoren beter een verhaal moesten vertellen. En we hadden heel snel een klik over menselijk gedrag. En ik zei, daar zit in de economie gaan ze ook helemaal verkeerd om met het denken over mensen. En toen zei hij van ja, ik maak dan ook af en toe filmpjes met Monty Python mensen. Had hij filmpjes gemaakt. Ik zei, oh, dat lijkt me zo leuk om met Monty Python iets te doen. En dan op het gebied van finance. En 3 weken later waren we in Londen en waren we al aan het nadenken over een eerste filmpje. Dat was zo in 2010. En daarna, dat was meer een grappig filmpje over risk management. Die is eigenlijk nooit echt een film geworden. En toen heb ik mijn inaugurale reden gehouden over instabiliteiten. Dat we eigenlijk op een hele verkeerde manier naar de economie kijken. Dat de economie iedere keer vanuit menselijk gedrag spanning opbouwt. En daarna komt er weer een crisis. En dat zie je trouwens ook in de politiek, hè? Dat soort lange cycli van tientallen jaren. En dat vond Terry Jones zo interessant dat hij zei, we moeten misschien een documentaire over maken. Toen zijn we een documentaire gaan maken. Oh, hij kwam zelfs met het idee laten. Hij kwam met het idee om een documentaire van te maken, vanuit dat boekje. Ja, geweldig. Nou, dat is helemaal mooi natuurlijk. Ja. En dan leer je van elkaar, want ik zie dat hij moet ook geïnteresseerd zijn. Want hij krijgt ook 1000 verzoeken per dag. Dat heb je altijd als je in zo'n wereldberoemde positie zit. Maar hij vond het bij jou ook interessant. Maar jij hebt ook van hem geleerd. Jullie hebben van elkaar geleerd. Wat heb jij van hem geleerd? Ja, het mooiste van het leven, humor. Sowieso. Dat het absurdisme is. Heeft wel de piek bereikt bij Monty Python, denk ik. Maar ook met hem samenwerken is natuurlijk... Hij ging heel veel lezen over financiële crisis. Ja. En dan leer je ook hoe je een documentaire maakt. Hè. Hij zei bijvoorbeeld bij een documentaire maken... Eerst schrijf je een script, want ik had een heel script geschreven. Maar daarna ga je filmen en dan wordt het hele script anders. En daarna ga je editen, na alle interviews en zo. En dan ga je editen en dan wordt het weer een heel ander verhaal. Ja. En uiteindelijk komt er een heel ander verhaal uit... dan waar je mee begint bij een documentaire. Voor de documentaire die je onlangs gemaakt hebt bij Your 100 Years Life. Daar heb je ook een script voor geschreven met z'n tweeën. Met een Engelstalig iemand. Ja, dat was met een jongen van de BBC. En die deed de grappen. Dus iedere keer als er een film is en jij moet lachen. Ja. Dan heb ik het niet gedaan. Terwijl jij gek bent op humor. Heb je toch geleerd van Terry Jones? Je hebt toch wel van die gekke mensen nodig die grappen in kunnen bakken. Dat is wel belangrijk, hè? Bij dit soort items ook en thema's ook. Dus echt, ik vind het een heel belangrijk thema ook voor deze tijd. Ja. Want humor wordt vaak vergeten. Dat ligt namelijk heel moeilijk. Er is zelfs een mijnenveld humor nu. Kijk uit, het is allemaal gerudiseerd. Ja, voor je het weet, word je gewoon weer in een bepaalde hoek gezet. Gelukkig hebben we Ricky Gervais, die daar dat allemaal met zijn... die Engelse comedian die zo... Zegt, ja, je kunt geen grap meer maken of het is fout, hè, weet je. Dan gaat hij maar ben jij terughoudender geworden daardoor, door deze tijd? Of denk je van, nou, dat trekt me niks meer van aan, daar ben ik te oud voor inmiddels? Nou, niet dat ik daar te oud voor ben. Sommige dingen begrijp ik wel, dat je bepaalde omgangsvormen moet veranderen. Maar dat je geen grappen meer kan maken, dat gaat me soms iets te ver. En die Rikkie Gervais zei laatst in zo'n show, zei hij... Ja, als ik dan een of andere invalide... persoon in een rolstoel in elkaar slaan, fictief, dan moet iedereen lachen. Maar als ik hem echt in elkaar ga staan hier op het podium, dan vinden jullie het natuurlijk niet leuk. Dus dat stuk heb ik hem eruit gehaald. Ja. Maar die zegt ook, die grappen zijn toch niet serieus bedoeld. Het is toch niet dat je iemand geweld wil aandoen. Het is een grap
om iets juist in een perspectief te plaatsen en dan iets onverwachts erbij. Nou, maar dat onverwachts moet je dan over nadenken, ja, maar dat mag niet te onverwachts zijn. En dat is heel jammer. Maar. Nee, maar het geeft ook altijd lucht natuurlijk aan discussies. Tuurlijk, ik bedoel, dat ja. is het. Het is juist iets, een heel erg modewoord natuurlijk, is ook verbinding. Maar ja. En dat is vaak verkeerd gebruikt, maar het is heel belangrijk. Als je het goed gebruikt, dan heb je toch humor ja. nodig, lijkt mij. Jij nou, nee, in dus, je werk. Nou ja, nou je het hebt over die nieuwe film, Schiet me te binnen. En dat is maar één keer gebeurd. Maar dan zit er een stukje in over Mozes. En die komt dan met zijn 10 geboden aan. En dan gaat het dan over dat je moet je afwegen, wil je langer doorwerken of wil je geen overspel meer. Hè? En dan is er één iemand die vindt het verschrikkelijk. Je gaat een hele kruistocht beginnen tegen mij dat, met die film. Want er zit een grapje in over de 10 geboden. Maar ik heb niks tegen die religie, maar het is gewoon een grap. Ik bedoel, heel Life of Brian zit vol met ik die wou grap. Net zeggen, en alle religieuze mensen vinden Life of Brian leuk. Ik bedoel, ja. En hij zit natuurlijk de draak te steken met de Bijbel en met alle geloven en met alles trouwens. Ik denk de beste film ooit als het om humor gaat. Maar dat is uiteindelijk ten diepste niet het mooiste. Dat is toch het mooiste wat er is, dat je met alles de draak kan steken. Tuurlijk, maar je mag dus dan zeggen, ja, maar je mag daar niet de draak mee steken. Maar ik bedoel, het is geen... Ik zit niet de Koran in de fik te steken. Je maakt gewoon een grapje. Je zet de 10 geboden in een iets ander perspectief met pensioenen. En dan, want dan herkennen mensen en dan doe je het net iets anders. En dat is dan ja, leuk of niet leuk, moeten mensen zelf weten. Maar er wordt zo gevoelig over dingen gedaan. Dat is gewoon, ja, vind ik jammer. Jij hebt gezegd, als je over pensioenen gaat praten, want daar gaan we nu over hebben, dan kun je zo'n film maken. Er zit ook heel veel humor in, overigens, de documentaire die je erover gemaakt hebt. Dat is ook belangrijk, dat maakt het ook veel prettiger met de kijker sowieso. Ja. Maar wat ook belangrijk is dat je zegt, kijk, als je begint met na te denken over pensioen, je bent jong, dan wil je dat liever niet, dan vind je dat heel saai. Als je in die wereld wil zitten, dan moet je ook geen saaie dingen gaan doen. Ik heb het geciteerd wat je zei, je zegt, zorg dat je een beroep kiest dat bij je past en doe wat je leuk vindt. Dat is het allereerste begin, want dan word je eigenlijk met gemak 100. Dan hoef je misschien wel met gemak over je pensioen na te denken, dan maak je geen problemen. Maar toch, wat doe jij dan? Je gaat bij Rabobank werken, bij ING, je richt de Cardano groep op, daar moet je straks ook nog wat over vertellen. Maar dan denk ik, ja, hoe kan die man nou in die wereld verzeild raken? En ook nog in de pensioenwereld, een man die het ook nog leuk vindt. Terwijl ik herinner me nog wel, toen ik heel jong was, dat ik nou pensioenen en banken alsjeblieft niet. Nee, dat dacht mijn hele omgeving dacht dat ook. Ja, ik vond toevallig wat ik aan bankieren leuk vond, was destijds dat die derivatenwereld kwam net op. En dat waren hele abstracte producten. En dat is heel raar om over te denken over die triljarden die je dan verhandelt en hoe die prijsvorming tot stand komt. En dan vond je meer intellectueel? Intellectueel vond ik het heel interessant. Ja. Dat was, en toen mocht ik er echt mee gaan werken. En dan moet je ook zorgen dat je begrijpt wat kan er allemaal mee gebeuren. Dan moet je binnen bandbreedtes houden, hè? Dat er niet, dat je niet de bank in destijds hè, bij de banken, dat je die niet naar de naar de klote helpt, hè? Ja, precies. Ja. moet er steeds net de woorden. Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee. Maar dus dat vond ik toen wel interessant. Alleen daarna vond ik wel leuker ook van je moet er ook goede dingen mee gaan doen. Hè? Dus, en daarom ben ik destijds met Cardano gestart om die producten in te zetten om het risico van pensioenfondsen te beheren. Ja, toch ook goed hè, met al die slimme kijkers die we weliswaar hebben. Maar ik moet het ook altijd weer even opzoeken, terwijl ik jou vaker gesproken. Maar de Cardano Groep, wat is het ook weer precies? Vernoemd naar een Italiaan met een bepaalde doelstelling. Ja, nou, die Italiaan was Girolamo Cardano. Dat was een uit 1501 tot eind 1500. Die heeft heel veel dingen bedacht. De Cardano's in een auto. En die heeft eigenlijk ook is hij met kansrekenen begonnen. Hij heeft gezegd, dat was het begin van de renaissance en dat vond ik interessant. Want hij zei, ja, het is niet dat God alles bepaalt en dat we alles aan het lot moeten overlaten. We kunnen zelf ook dingen in onze eigen hand nemen door goed na te denken en door te rekenen. En dus hij, ja, dat is eigenlijk de renaissance. Hè? Vertrouw niet alleen maar op het lot, maar je kunt ook dingen zelf sturen. Ja. En dat vond ik, dus ik ben toen met Cardano begonnen, heb ik Cardano genoemd in 2000. En dat begon met... Denk na over wat er allemaal kan gebeuren in op de hele lange termijn. Want pensioenfonds gaat natuurlijk over de hele lange termijn. En maak een maak investeringen, maar ook een pensioensysteem wat houdbaar is voor de lange termijn. En wat pensioenfondsen vroeger, toen ik net in die wereld kwam, zei ze... Ja, maar als het allemaal fout gaat, als de hemel omlaag komt, hebben we allemaal een blauwe hoed. Zo van, dan zijn we allemaal de klos. Dus dat is helemaal niet erg, want dan komt er wel in, dan wordt er opgelost. Ja. Dan vond ik niet echt een oplossing voor pensioenproblemen. Dus toen zijn we gaan, het bedrijf zelf was met name bezig om risico's te beheersen. Dat ze dus niet bij
hele lage rente of bij hele lage aandelenmarkten dat pensioenfondsen dan helemaal niet meer konden uitbetalen of dat ze in problemen komen. Ja. Maar uiteindelijk ook het pensioensysteem zelf, van het pensioensysteem. En daar kwam ik in, dat was niet onderdeel van mijn werk bij Cardano, maar dat deed ik wel academisch. Het pensioensysteem was gewoon helemaal niet houdbaar. En toen heb ik in 2006 een proefschrift geschreven, Curious Contracts, curieuze contracten. Ja. En dat ging erover van, maar we zitten met een enorme pot geld. Hè. Die pot geld is vaak 3, 4, 5 keer zo groot dan de hele kapitaalwaarde van een bedrijf. Ja. Van waar dat pensioenfonds bij hoort. En dus als er iets fout gaat, als het 20-30% omlaag gaat, is het hele bedrijf failliet. Dus hoe kan dat nou voortbestaan? Dus op de termijn gaan die pensioenen, gaan die werkgevers zich terugtrekken. Dus we moeten iets anders gaan doen, want anders komt er spanning tussen jong en oud. Want die moeten dan met één potje al dat geld gaan verdelen. En hoe gaan ze dat verdelen? Dus op die kaft is ook het enige wat mensen meestal lezen van dat boek. Daar staan lachende ouderen en huilende jongeren. Dus boven staan lachende ouderen en naar beneden toe worden ze steeds meer boos. En dan onderaan de allerjongste zijn aan het huilen. Ja, kun je weer schrijven zo'n boek nu op dit moment? Ja, precies. Kun je weer schrijven, die generatie-effecten. En toen moesten mensen lachen, maar niet om die kaf, maar omdat dat ik dat zo negatief zag. Hè? Dat ik dat zag, voor me zag, dat dat helemaal verkeerd zou gaan. Dat kan toch niet fout gaan met die pensioenen? We staan op een dekkingsgraad van 160, 150. We hebben veel en veel te veel geld. En een paar jaar later kwam de financiële crisis. Wist ik veel. Hè? Ik wist eind 2006 niet dat er in 2008 de hele wereld zou instorten. Maar toen was het hele pensioenstelsel niet meer houdbaar. En toen begon de discussie. Nou, we hebben het vaak over gehad, ook in de studio. Want er was natuurlijk, toen zei ik van, nou is het dus gebeurd dat die werkgevers zich terugtrokken. Dat gebeurde precies 5 jaar later. Ik dacht misschien 10, 20 jaar later, maar het gebeurde toen. Ja. En nu zitten dus die jongeren en die ouderen in één pot. En dan gaan ze vechten over een periode van 30, 40 jaar gaan we voorspellingen maken met allerlei wiskundige modellen. Waar ik dus als econometrist al lang niet meer in geloof. Omdat we over 30, 40 jaar niks kunnen zeggen. Ja. En die modellen zeiden allemaal, ja, maar de rente als die gaat nooit onder de 4. Misschien komt die keer op de 3 of de 2. Maar dat is dan 1 jaar en daarna gaat die weer terug naar 4, 5. Ja. Er was altijd allemaal van die modellen dat de wereld stabiel is. Ja. En als je er tegenin ging, dat herinner ik me ook als journalist, dan krijg ik altijd te horen van econometristen en hoogleraren, dat is heel naïef, hoe kom je daar nou bij? Negatieve rente schijnt er toch uit, dat is uitgesloten. Dat soort dingen 2%. Krijg ik altijd te horen. Ik zei, als het nou 2% wordt of 1, en dan zei ze, ja, dat kan toch niet? Nee. En zei ik, oh nee, ja, behalve misschien in Japan. Ja, maar we zijn Japan niet. Nee, we zijn in Japan niet. Nee, dan, dus dat soort dingen kreeg je dan een keer te horen. En ik wist ook niet waar de wereld heen ging, maar mijn wereldbeeld is, we weten heel weinig over langere periodes, zeker niet over de macro-wereld, hè, waar die heen gaat, waar de technologie heen gaat. Want de wereld is natuurlijk helemaal veranderd met alle technologie, veel minder kapitaal nodig. Er is veel meer gespaard in de wereld, dus je krijgt nu hele andere renteverhoudingen. De wereld blijft toch niet maakbaar? Een heel belangrijk punt voor jou natuurlijk ook. Hè. Dat is iets waar economen vaak veel te lang aan vasthouden. Mensen zijn altijd rationeel. Ja. Allemaal zaken die jij niet alleen, maar ook internationale, alle topwetenschappers natuurlijk inmiddels ook weerlegd zijn. Ja. Toch zijn er nog heel veel wetenschappers die daar wel degelijk in geloven. Hoe als ik... Ik geef les op de universiteit in complexiteitstheorie. En dan zeg ik van de wereld is fundamenteel onzeker. De wereld is soms in chaos en soms in evenwicht. Net als je eigen leven ook vaak. Dat is je eigen leven natuurlijk. En alles, we lopen achter elkaar aan. Kunnen we collectief irrationeel zijn. Hè? Dat staat ook in geen enkel economieboek. En zeg, alles wat jullie leren, moet je met een korreltje zout nemen. Hè? En dan hebben ze dus soms, zit ik in een masteropleiding, hebben ze al 4 jaar gestudeerd en dan komen ze naar me toe en zeggen ze, ja, alles wat je zegt klopt, maar we leren nog steeds alles over die evenwichtsmodellen. En er zijn wel al gelukkig langzaam maar zeker, hè, er komen er steeds meer docenten die over gedrag, behavioral finance heet dat dan, hè, behavioral economics, en die ook menselijk gedrag in modellen brengen, heel langzaam. Maar de boeken, de basis is nog steeds, de mens is rationeel, we zitten in evenwicht. En dat is ook het probleem geweest met het hele pensioendenken. Want dat ze jarenlang hebben gedacht, het is gewoon maakbaar. Hè? We gaan gewoon dat met allemaal met elkaar verdelen en we gaan mensen heel veel beloven. En je weet ook nog de generatie babyboom die ook echt massaal in opstand kwam toen bleek dat het pensioen niet waardevast was. Ja, dat precies. Woord werd toen steeds gebruikt. Dat is ons ooit beloofd en dat is een enorme ervaring. Dus dat moet worden nagekomen. En toen zei ik, nee, dat kun je niet nakomen. Want als je het nakomt, dan ga je jongeren benadelen. En toen waren ze boos op mij. Hè? Dan, en op een gegeven moment ging ik jongeren van alle politieke partijen, want links en rechts ging ik allemaal opleiden, die kwamen bij elkaar van jullie moeten vechten voor je pensioen. Hè? Want
Dat wordt nu afgepakt. Ja, het was niet babyboomers tegen millennials of zo, maar het was wel... Het kwam er wel een beetje op neer, denk ik. Het kwam er, en ik begrijp die oudere mensen wel steeds beter. Want die hebben zo lang gedacht, dit is een zekerheid. Hè. Dat geldt natuurlijk met heel veel sociale zekerheid die nu iets minder wordt. Het ligt zeker natuurlijk aan politici en bepaalde leidinggevenden die gewoon ook net gedaan hebben alsof het zo was. Alsof dat gewoon hoe dan ook in beton gegoten was. Ze hadden altijd moeten zeggen, dat kunnen we jullie niet meegeven. Ja. Dat is inderdaad een enorme teleurstelling. Precies. Ja, en dat... Ik denk dat het ook een beetje de opbouw van de, zeg maar sociale status geweest na de Tweede Wereldoorlog. Dat mensen hebben aangeleerd dat alles heel erg zeker was. Dat ze met zekerheid als ze werkeloos worden dat en dat krijgen. En het is een verzorgingsstaat van de wieg tot het graf. Ja. Hè, dat we inderdaad dachten, daar word je bijna lui van ook. Want alles wordt voor mij geregeld en gedaan. Word je zeker lui ik word ziek, ik word gewoon 10 jaar doorbetaald. Ja. Maakt niet uit hoe klein het ziektetje ook is. Heb ik het niet over mensen die serieus iets hebben, maar mensen die gewoon eigenlijk niet iets hebben. Alles wat er gebeurt, alles wordt voor je geregeld. Dat is natuurlijk een idee fix, totale onzin. Maar is een ander ding ook een idee fix? Namelijk dat denken op lange termijn. Moet je af van die modellen? Moet je niet meer in die termijnen denken of moet je dat wel degelijk doen? Het scenario denken is natuurlijk interessant. Scenario denken is heel belangrijk. Dus ik geef ook les in, je moet meer scenario denken. En je moet dan bij verschillende scenario's, die moet je niet oneindig veel hebben. Je moet een paar hele brede scenario's hebben. En dan moet je gaan bedenken, wat zou ik dan doen? En wat voor acties neem ik dan bij die scenario's? En dan heb je die acties al voorbereid. En als het wordt, een scenario komt nooit precies uit. Maar dan komt er iets uit wat er een beetje op lijkt. En dan heb je al, dan ben je veel sneller in je adaptiviteit. Om te denken, oké, als dat gebeurt, dan zou ik dat doen. Dit lijkt er wel op, dan gaan we nu dit doen. En dan hebben we al doordacht. Ja. En je zag bij de financiële crisis ook de mensen die er al over na hadden gedacht. Waarbij wij als bedrijf ook meehielpen vanuit Cardano met scenario denken, dat die heel snel handelden. Die hadden al een plan klaar liggen en die gingen dit en dat doen. En die zijn er goed doorgekomen. Er zijn heel veel pensioenfondsen. Ik ga niet opscheppen over mijn handelen, maar over die mensen. Want die hebben gewoon, als bestuur hebben ze dat doordacht en hebben ze actie ondernomen. Maar er waren ook mensen die gingen eerst een half jaar ontkennen dat er een crisis was. En toen zeiden ze, ja, maar dit gaat zo weer over. Nou, met de aandelenmarkt ging over, omdat die rentemarkt werd helemaal, de markt werd eigenlijk, we gingen naar een soort communisme toe, dat de centrale bank ging bepalen wat de prijs van een asset was. Hè? Die ging alles opkopen. Zeker. Ja, nou dat was inderdaad een soort communisme. Ja. Dat hadden we nooit verwacht. Maar dat kon dus ook gebeuren over maakbare samenleving die niet bestaat gesproken. Precies, ja. Ja, dat gebeurde ook. Je kunt niet bedenken dat de centrale banken ook obligaties van bedrijven gingen kopen. Weet je? Ik zeg wel eens dat Lenin dan gezegd zou hebben van nou, zo heb ik het ook niet bedoeld met communisme, dit gaat te ver. Je kunt ook niet dat wij de prijs van een asset wordt bepaald door de centrale bank. Maar daar zijn we nu al 20 jaar in. Ja, maar de Nederlandse bank, daardoor ook, wat is het nou, op 3 miljard verlies staan. Maar die hebben gelukkig dan weer hele buffers, dus ook weer niks aan de hand. Het geruststellende, dat wordt het toch nog steeds. Dat moet ook natuurlijk in de bepaalde positie, dat begrijp ik. Je wil geen paniek veroorzaken, maar je moet ook niet net of we toch allemaal massaal gek zijn. Mensen weten toch ook steeds meer, hebben meer in de gaten. Zou je pleiten voor meer openheid, ook op dit soort gebieden, ook bij laten we zeggen, financiële leidinggevenden en politici? Nou, ik zou pleiten van common sense bij centrale bankiers. Want we hebben hier Klaas Knot, die weet donders goed wat er aan de hand is natuurlijk. Dat is een hele slimme, ook een hele integere kerel, vind ik. Maar internationaal zijn we allemaal hetzelfde aan het doen. Hè. Dus wat in Amerika eerst is begonnen met al die opkoopprogramma's, is in Japan gebeurd en in Europa. En de hele... De wereld wordt gedomineerd door centrale banken wat betreft onze financiële prijsbepaling. Er is helemaal geen vrije markt meer. De markt mag niet meer instorten, banken mogen niet eens. Ik ben heel veel voor een systeem waar banken instorten. En waarbij we ook niet al die regelgeving is allemaal hetzelfde nu, hè, van banken. En er komt steeds meer regelgeving, alles wordt gereguleerd. Derivaten zitten allemaal op 1 of 2 grote central clearing platforms. Alles is gecentraliseerd, want we willen het maakbaar hebben. Maar als het nu mislukt, dan mislukt het echt extreem. Hè. Vroeger hadden we duizenden partijen die met elkaar bilateraal, het wederzijds, dingen met elkaar verhandelden. En als er dan eentje fout ging, dan ging er eentje failliet. Maar nu zit het allemaal gecentraliseerd in die centrale clearing platforms. Dat ze, als alles wordt, en als die al onderuit gaan, en dat is al eens bijna gebeurd,
dan gaat de hele wereld onderuit. Maar ja, dat is mooi dat je dit erbij zet. Dat is al eens bijna gebeurd. Daar was toen ook enorme paniek over. Dat weet ik ook nog wel. Ja. Als je die vragen ook durfde te stellen, überhaupt in een studio aan iemand, dan was het al echt een schande. Dat kon niet. Dan zette je aan tot sensatie en paniek. Ja. Volkomen normale vragen. En achteraf bleek ook dat het gewoon waar was. Precies. Kun je dat niet gewoon vertellen? Kun je zelfs zo ver gaan dat je ook moet vertellen? Want jij zegt, laat die banken maar failliet gaan. Grote banken die nu too big to fail zijn. Dat je zegt, hou er maar mee op. Dat too big to fail, daar kunnen we wel van af. Arnold Boten zat hier aan tafel, die zei dat ook. Ja, ik vind het trouwens ook dat too big to fail is ook weer denken vanuit dat lineaire silo denken. Eén bank is groot, andere bank is klein. Sommige banken zijn too central to fail. Die zitten helemaal midden in het systeem en die hebben veel meer connecties. Bijvoorbeeld Deutsche Bank heeft veel meer connecties met andere banken dan BNP Paribas. En dus die is veel centraler in het systeem. Als die onderuit gaat, dan trekken ze alles mee. Dan moeten we zorgen dat ze dat niet meer doen. Dan moeten we ons daarop richten. Dat is eigenlijk die centralisatie. In Europa willen we grotere bankaire instituten. Ik wil kleinere instituten. Ja, maar we moeten vechten met China. We moeten winnen van China. Alsof het een oorlog is, weet je. Maar hele grote centrale banken, dat kan misschien in China, omdat die banken zijn natuurlijk ook half failliet, hè? Zo niet erger. Maar in Europa kan dat gewoon niet. Nou, zeker naar Evergrande in China natuurlijk. Precies. Ik bedoel, dat vastgoed gaan doen. Ja. Dus, en die proberen ze dan een beetje boven overeind te houden natuurlijk allemaal. Maar ik ben het hele systeem van nog meer regels. En ze worden allemaal hetzelfde. Ze gaan allemaal hetzelfde doen. Ze gaan allemaal nog meer met elkaar verbonden raken. Ja. Omdat ze dezelfde regelgeving hebben. Dezelfde exitroute als het fout gaat. En dezelfde de manier van denken. En dat wordt veel te homogeen. Dus dat hele bankaire systeem, iemand zal daar wel de eerste stap moeten zetten. Maar worden minder belangrijk. Banken weten nog steeds dat ze too big to fail blijven. Met als een belangrijkste argument. Ja. Dit zal nooit veranderen, want er komt een grote paniek in de samenleving. En dat is waarschijnlijk ook wel hoe de praktijk loopt. Daarom durft niemand het aan. Denk je dat we, omdat we toch in tijden van transitie zitten, dat dit wel degelijk gaat gebeuren, dat dit wel degelijk speelt? Want jij spreekt die mensen ook. Jij kan ook achter de schermen kijken. Nou, ze hebben zich in een hoek geschilderd, zeg maar. Ze kunnen er niet meer uit. Want ze hebben in iedere keer als het weer fout gaat, dan gaat de centrale bank weer ingrijpen. Dan gaan de overheden weer ingrijpen. En op een gegeven moment, je hebt nou dat Financial Stability Board, waar Klaas van toevallig ook de leiding aan geeft. Maar het is niet echt een dagelijks instituut. Maar die zouden veel meer macht moeten hebben. Want die begrijpen hoe alles aan elkaar hangt. En die hebben ook die mensen in dienst die weten dat, wat ik veel beter vind dan al die evenwichtstheorieën met al die modelletjes, is netwerktheorieën, hoe dingen aan elkaar verbonden zijn. En als er één schok komt, hoe die elkaar omtrekken. En daar moet je dingen gaan doorbreken. En daarna moet je die banken kapot kunnen laten gaan. Maar die banken, dan hebben we het even voor de duidelijkheid, hebben we het erover. De banken in Nederland, Rabo, AMRO, allemaal, ING. Ja. Maar die zullen niet snel kapot gaan. Maar als het wel gaan, dan, omdat zij te veel risico nemen, dan heb je nog een depositogarantiestelsel. Dat is dan voor de kleine spaarder. En de rest van de mensen, die neemt dan wel aan het risico in die bank. Want banken zijn soms hele risicovolle systemen, soms niet. Ze moeten eerder transparant zijn hoeveel risico's ze hebben, dan dat ze beschermd moeten worden. Maar waarom mag een bakker? Een bakker gaat gewoon failliet. Hè? Die is keihard. Zijn gezin gaat kapot. En bij banken is het opeens, die mogen niet failliet. En het is een heel omdat dan het hele systeem instort en dan raken wij met z'n allen in paniek. En hoe moet het dan met het betalingsverkeer en noem maar op. Dan heb je dat hele grote verhaal. Daar zijn banken vrij gerust op dat het nooit die kant op zou gaan. En daarom zeggen ze, je kunt ons ook niet met een bakker vergelijken. Dat is een oneerlijke vergelijking. Nee, omdat ze gecentraliseerd zijn. Omdat ze eigenlijk, dan moeten ze, of ze moeten een nutsfunctie krijgen en ze zijn van de overheid, à la China. Of wat ze in zekere zin nu ook bijna allemaal zijn. Ook al is het natuurlijk niet helemaal officieel maar toch. Komt er eigenlijk wel op neer, Piet. Nee, dat is in Nederland ook. En in Deutsche Bank ook. Die weten gewoon van de Duitse overheid zal altijd weer inspringen. Nou zeg je kunt niet heel ver vooruit kijken. En zeker niet 40 jaar vooruit. En elke voorspelling kan weer volgende week al achterhaald zijn natuurlijk. Zeker in deze tijd waarin van alles gebeurt. We zien het ook met oorlog, klimaat, noem maar op. En inflatie en weet ik het. Maar het geldt natuurlijk ook voor dit verhaal wat jij nu vertelt. Of durf je die voorspelling wel aan? Dat je zegt, nou banken zijn over een jaar of 5, 6 gewoon niet meer too big to fail. Ik denk dat het wel die kant op gaat. Nee, dat durf ik niet te voorspellen, want ik denk dat de wereld veel langzamer verandert dan ik zou willen. Ik zou het wel willen dat het gebeurde en dat ze die stappen zetten, maar dat is met zoveel dingen, net als bij het pensioenstelsel, dat het tientallen jaren duurde voordat ze door hadden dat het moest veranderen. Terwijl je dat al lang kon berekenen, dat op een gegeven moment die pensioenfondsen te groot werden om die bedrijven nog, dat die bedrijven die pensioenfondsen niet meer konden steunen, dat wist je al lang.
Maar dat duurt echt tientallen jaren voordat mensen daar op gaan acteren. Nou, dan zijn we nu meteen bij de pensioen ook aangeland. Ja. Hè? Via de Cardano-groep nog eventjes voor de duidelijkheid. Voor de mensen die kijken, misschien die wel bij de Cardano-groep betrokken zijn. Die denken, wacht even, Theo is er niet weg als medeoprichter. Je bent er nog steeds bij betrokken. Wat doe je nu precies bij de Cardano-bank? Nee, wat is je rol? Bij de Cardano-groep ben ik weg. Cardano-groep, sorry. Maar toen ik bij Cardano... Toen ik dat opgezet heb, in 2007 hebben we ook, zijn we met ontwikkelingsbanken dingen gaan opzetten voor ontwikkelingslanden. Met name om valutarisicobeheer bijvoorbeeld beter te doen. We hebben eerst een instituut opgezet, TCX. En dat is later onder de Cardano Development Stichting gekomen. Dus ik heb een stichting daarnaast opgezet. Dus ik ben eigenlijk van mijn commerciële bedrijf meer nu in de stichting aan het werken. Precies. En dus in mijn commerciële bedrijf ben ik helemaal weg. En met de stichting, waar richt je dan op? Dan richt je het op Afrika. Ja, Afrika, Midden-Europa, Azië, Midden-Azië. Maar het Afrika-verhaal, Theo, dat is een apart verhaal. Hè? Daar hebben we nu geen tijd voor. We hebben tijd genoeg, maar bedoel, daar kunnen we ook een uur over praten. Maar ik serieus, dat lijkt me echt dat is een waanzinnig verhaal om dat ook een keer te doen. Dat kunnen we misschien ook. Ik hoop dat je daar een keer voor terug wil komen. Ja, graag. Nee, want dat is een apart verhaal om een keer echt gewoon mee de diep in te gaan. Ja. Maar nu gaat het over die pensioenen. Ja. Kijk, en de pensioenen, dat is natuurlijk het beginnen met het stelsel in Nederland. Dat moeten we toch even zo neer gaan zetten. Hebben we nou wel of geen goed pensioenstelsel in Nederland? Nou, we hebben een heel goed pensioenstelsel in de zin dat we heel veel sparen, dat we goed beleggen. En dan komt het, en daarna zitten we met z'n allen in een hele complexe pot waar we altijd ruzie over maken. Ja. Nou, die pot en dat ruzie maken, dat kan niet meer. Hè. Dat gaat veel te veel spanning geven en die pot is bijna twee keer ons nationaal product. Hè. Er zit afhankelijk van de dag 16, 17, 1800 miljard in. Maar vergelijk dat eens internationaal, hoe je er dan op staat. Is Nederland dan op dat gebied, zonder die ruzie, zijn wij de beste ongeveer? Ja, sowieso de grootste pot, hè, als percentage van het nationaal product. Ja. En ook de uitbetaling na pensionering is het hoogste van de hele wereld. Dus als percentage van je laatst verdiende loon geven wij het meeste pensioen. Ja. Dat scheelt per persoon heel veel, maar gemiddeld is dat zo'n beetje bijna. Voor sommige mensen met lagere inkomens is het vaak meer dan dat ze op het laatst verdienden. Een AOW met aanvullend pensioen. Dus gewoon een fantastisch pensioenstelsel. Maar gebouwd in een tijd dat we dachten dat iedereen 40 jaar bij papa Philips bleef werken. En iedereen ook in Nederland bleef werken. Maar die pensioenfondsen zijn, en dat die pensioenfondsen wel relatief klein zouden blijven. Maar die zijn enorm groot geworden. Terwijl het aantal werknemers, nou Philips is een leuk voorbeeld, was vroeger een paar honderdduizend in Nederland, is nu nog een paar duizend. Hè? Dat is niks meer. En de pensioenfonds is een enorm groot instituut. Ja. Maar dat geldt voor bijna alle bedrijven. En ook voor natuurlijk voor het ABP, ten opzichte van de staat. Dus die zijn heel groot geworden. Die werkgevers die kunnen niet meer inspringen. De overheid kan ook niet meer inspringen als het fout gaat. Dus jongeren en ouderen moeten samen dat oplossen. En dan krijg je de discussie als het fout gaat. Oh ja, nee, maar dat is tijdelijk fout. De rente is van 6 naar 4 gegaan. Maar straks gaat hij wel weer terug. Ja. Dus de jongeren moeten nu maar opdraaien. Maar als hij daarna wel naar 2 gaat en naar 0 en daar 10, 20 jaar blijft staan, of zoals in Japan 30 jaar, dan hebben dus die, dan hebben ze het over geluk en pechgeneraties, maar dan hebben die mensen die zichzelf de pechgeneratie noemden, zeg maar de babyboomers van nu, die zijn dan eigenlijk achteraf gezien, waren dat de gelukgeneraties. En die andere pechgeneratie is dan de dubbel pechgeneratie. Ja. Dus je kunt niet zo risico's met elkaar gaan zitten verhandelen met de glazen bol, het komt straks allemaal weer goed. Want dat weten we niet. Nee. Dus de solidariteit is heel belangrijk. Maar de enige solidariteit die je moet overhouden in het pensioen is dat als jij en ik en nog heel veel anderen samen met pensioen gaan, dat als ik 105 jaar word, dat ik nog steeds uitbetaald krijg. En dat doe ik omdat iemand die met 67 met pensioen gaat, die kan ook met zijn 74ste doodgaan. En dan heeft hij eigenlijk minder uitgekeerd gekregen dan het gemiddelde. En die andere die krijgt meer uitgekeerd. En dat is solidariteit, wat we noemen idiosyncratisch. Hè? Dat is persoonlijke solidariteit met elkaar. Maar je kunt geen solidariteit hebben met een volgende generatie, waarvan je niet weet, we pakken nu maar van die generatie, want het komt straks weer goed. Maar dat is geweldig dat je dit zegt, want daar gaat de discussie heel vaak over. Daar staan krantenkolommen, media, mensen maken zich er ook heel druk over. Dat is misschien ook wel de kritiek op de media. Dat je misschien niet begrijpt, of een deel niet begrijpt wat er aan de hand is. Of bewust misschien wel denkt, laten we de boel even lekker polariseren, want dat verkoopt goed, ik noem maar wat. Ja. Dat zijn weer theorietjes. Maar toch, waar het over gaat is vooral, hoe kan het dat we dit niet duidelijker voor ogen hebben? Want dat jij nu zegt, dat is de situatie.
Ja. Met een moeilijke woord idiosyncratisch, maar inderdaad, het gaat niet tussen generaties. Terwijl heel veel mensen, ik weet zeker of je op straat vraagt, een beetje met pensioenen, ja inderdaad, strijd tussen generaties, dat is een beetje blijven hangen. Waar komt dat misverstand er vandaan, dat het zo wijdverbreid is? Omdat wij het enige volk zijn in de wereld waar we op zo'n rare manier met één pot geld, waar de werkgevers zich hebben teruggetrokken en vervolgens hebben de pensioenstelsel niet gesloten en in zeg maar meer individuele potjes gemaakt. Maar zijn we doorgegaan en is er die strijd gekomen. Dat is eigenlijk vanuit na de financiële crisis. Ja. Op zich hebben de media daar wel, vind ik persoonlijk, toen ik daarover ging praten, hebben ze mij veel platform gegeven. En dat heeft ook weer de DNB, de Nederlandse Bank, gesteund om hard in te grijpen. Want in Amerika hebben ze gezegd, nee, als je nou anders gaat rekenen met die pensioenfondsen, de staatspensioenfondsen van de overheid, als je anders gaat rekenen, dan komen we er wel uit. Dus je hebt al die ouderen gewoon 100% betaald. En die pensioenfondsen zitten nu ongeveer nog 30% vol. Sommige 20, sommige zijn al failliet. Van sommige steden zijn ze al failliet. Dus pensioenfondsen gaan failliet. Dat betekent dat jongeren niets meer krijgen. En niet een 1% korting zoals in Nederland, of 2% of 5%. Maar gewoon 80% korting of 90%. We hebben het over Amerika. Dat is heel goed om dit ook erbij te zeggen. Want in Amerika gebeurt er wel meer. Maar dan moet je kijken wat voor land het langzamerhand aan het worden is. En dan zijn er mensen die zaaien geen paniek. Die zeggen, nou hier kan wel eens een flinke opstand uitbreken. Tussen andere groepen ook, maar ook tussen generaties. Hier wel degelijk. Nee, maar ik denk in Amerika dat die spanning zit onderhuids. Maar ze benoemen het niet. In Nederland is er heel veel uitgepraat. Dus ik zat vroeger tegenover de vakbonden, bij wijze van spreken. Want die zegt, ja, we moeten die ouderen beschermen. Hè. Die had natuurlijk ook veel leden. Maar die zijn wel langzaam maar zeker niet gedraaid. We zijn met z'n allen tot een conclusie gekomen. En er komt nu een nieuw stelsel waar die spanning minder is. En waarbij het ook een jongere die nu met de doorsneepremie die nu in het begin, in het huidige pensioenstelsel betaal je in het begin veel te veel. Maar ja, als je dan ouder wordt, dan betaal je te weinig voor wat je eigenlijk opbouwt. Maar de meesten die blijven niet 40 jaar meer in een pensioenfonds. Dus die zijn er al lang uit. Dus die hebben in het begin te veel betaald. En daarna krijgen ze het niet terug. Nou, dat soort dingen moeten vanaf. En dat hebben de vakbonden ook ingezien. Dus we hebben die spanning hier gehad tussen jong en oud, maar we zijn er wel uitgekomen. Natuurlijk zitten er nu nog een beetje, net als in na de oorlog waren er ook nog mensen op eilandjes aan het vechten, weet je niet, terwijl ze dachten dat het nog oorlog was, hè, Japanners. En die heb je hier in Nederland ook nog die nog aan het vechten zijn, van ja, we moeten dat stelsel toch niet veranderen. Oké, misschien nu met Wilders en zo. Het klinkt altijd makkelijk naar ouderen. Kiezers toen natuurlijk om te zeggen, we gaan je meer geven uit de maar het was dus wel logisch, ondanks dat het heel goed was, maar de tijden zijn veranderd, dat het zelfs zo veranderd is. En de kant die het nu opgaat, is ook de goede kant. Althans, de minst slechte kant, laat ik het zo zeggen. Ja, het is natuurlijk sowieso een heel goed stelsel. Hè? Dus iedereen krijgt gewoon een goed pensioen. Alleen jongeren dachten van, ik krijg straks niks meer. Ik heb ze heel veel gesproken. Ja, wij krijgen niks meer. Maar dat denken veel jongeren nog steeds. Ja, maar dat is natuurlijk helemaal niet terecht. Want en dat zijn die eilandjes. Nee, de eilanden zijn meer de ouderen die zeggen van we proberen het nog de oorlog te winnen door te zeggen dat het oude pensioenstelsel moet blijven. Nee, dat zijn inderdaad hele extreme eilanden. Ja. Maar die jongeren ook, die zitten nog steeds ook op die eilanden. Dus die denken, ja maar wacht eventjes, ik ben nu 25, maar ja, als ik 70 ben of 80 ben of 90 ben, dan ben ik gewoon totale pineut. Ja. En dat is dus niet waar. Dat is niet waar. En dat zeker ook niet met het nieuwe stelsel kan dat niet meer gebeuren. Dat kan. Ze kunnen niet meer uit jouw pot grijpen en aan anderen geven. Maar Theo, als wij hier nou bij ABC zitten en we zitten hier in een lang interview op Amerikaanse tv en jij hebt de kans om te vertellen hoe het er werkelijk voor staat, dan is het een heel ander verhaal. Dan zeg je dus wel tegen Amerikaanse jongeren, jij bent nu 25, maar dadelijk ben jij 70. Ja, dan gaat hem af, dan is er echt geen geld meer voor jou. Dan heb je niets. Als Amerika je niet zelf wat regelt, dat zou je in Amerika zeggen. Nou, ik ben in Amerika ook nog een keer naar de Senaat geweest, naar de commissie voor die pensioenen. En heb ik dat verhaal verteld. Dat is onacceptabel wat er bij jullie gebeurt. En was de kleindochter van John F. Kennedy, die zat daar. En die, of de nichtje. En die was er helemaal voor dat we dat moesten bespreken. Nooit meer iets gehoord. Ze willen het gewoon niet bespreken in Amerika. Het is gewoon, maar dit is echt... En in Nederland wordt het onder het tapijt geveegd daar gewoon. Dus Amerikanen zijn sowieso volledig onwetend op dit gebied. Of is er ook een club waarvan je zegt, nou die weet het wel degelijk. En die proberen dit ook wel degelijk naar buiten te brengen. Er zijn zeker mensen zoals Larry Kotlikoff, is een hoogleraar. En die heeft er boeken over geschreven. Hè? De generational storm. Dat er spanning komt. Want de schuld wordt opgebouwd in Amerika. De impliciete schuld. Want die pensioenfondsen die zijn allemaal niet gefund. Hè? Maar die moeten nog wel uitbetalen. Dus dat kun je alleen maar doen als de belasting verdubbelt in Amerika. De belasting gaat natuurlijk niet verdubbelen in Amerika. Die kan niet eens 1% omhoog. Laat staan 100%. Ja. Dus dat gaat enorme spanning opleveren. Maar die mensen... Larry is toevallig een paar keer... heeft hij voor presidentskandidaat opgegeven. Maar dan als nummer 20 of zo, weet je. En dan krijgt hij 6000 stemmen. Allemaal academici die met hem eens zijn. Maar
Nee, de echte politici praten er niet over. Ook niet de democraten, die praten er niet over. En in Nederland... Maar waarom doen de democraten niet? Want ze weten dat het enorm impopulair is om dat te doen. Dat het heel veel stemmen gaat kosten, dus die houden voorlopig ook hun mond. Precies. Maar dat betekent dus wel dat op een gegeven moment gaat dit doordringen. En dus die generatie, laten we zeggen, over 10 jaar, 35, 40... Dat ziet er heel slecht uit voor Amerika. Want dan weten ze wat er aan de hand is. En dan denken ze, nou, dit is, we zijn financieel ten dode opgeschreven. De impliciete, Amerika is gewoon failliet. De impliciete schuld van Amerika is zo enorm. Maar dan is het een bananenrepubliek als je het zo is het ook. Als je in Amerika komt, dan zitten er alleen maar gaten in de weg. Alle wegen zijn kapot, alle bruggen zijn kapot, alle infrastructuur is kapot. Dat is, ik weet niet of het nog steeds waar is, maar op John F. Kennedy hebben ze nog van die beeldbuizen, van de terminals, van die schermen voor hun neus. Dat is allemaal uit 1980. Amerika is gewoon failliet. Maar in Nederland, wat ik wel leuk vind, want ik zag ook dat Bas van Bavel hier had gesproken. Ja, en die zei ook van, in Nederland kunnen we heel lang steggelen, dat noemen we dan het poldermodel. Precies. Maar als we dan uitkomen, dan komen we er ook uit. En dat is wel zo. Dat heb ik wel geleerd van het hele proces. Ik dacht zelf, die vakbonden, wat zijn ze toch ouderwets en zo. Maar die moeten ook door een fase heen en die moeten ook een achterban meekrijgen. Maar die luisteren wel en die zijn bezig. En het gaat langzaam. En maar ze zijn aan het praten, En tegen jou zeggen ze niks, maar aan de achterban zijn... En opeens slaan ze om en zeggen, slaan ze niet om. Maar zo dacht ik het eerst. Maar het is gewoon een langzaam proces, maar daarna gaan ze ook mee. Nee, dat is wel mooi dat je dat zegt, want daar probeer je zelf ook al over na te denken. Omdat je natuurlijk toch te ongeduldig bent. Dan denk je, wat duurt het allemaal lang? En kom op en schiet op een deur. En het kan bijna niet anders. Maar toch hebben we ook hier bijvoorbeeld een andere hoogleraar gehad. Mark van Vught, hoogleraar evolutionaire psychologie. En die zegt, nee, wij zijn helemaal geen land van polderaars. We zijn juist een land van opstand. Kom tegen de krip, een land van vissers. Ja, ja. Kijk naar Volendam. En meer voorbeelden. En daar zit natuurlijk ook iets in. En dan kun je zeggen, misschien moet je toch wel iets veranderen. Want het polderen kan wel heel erg lang gaan duren. En dan blijf je hangen in die wereld van, of in het land van al die deelbelangen. Belangetjes. Ja. Nou, dat zie je natuurlijk in die wereld die juist geen ander kent van de pensioenen ook. Zijn er niet veel te veel van die deelbelangen waardoor het ook veel te lang duurt? Nou, ik denk op heel veel gebieden wel. Volgens mij heeft hij het dan ook over de boeren daar wel baat bij hebben bij dat polderen. Nu dus kennelijk ook niemand. En dat de vissers het niet hebben. Ze zijn natuurlijk allemaal verschillende. Maar wij hebben natuurlijk wel, Nederland is natuurlijk wel het land van dijken en van. We moesten altijd met elkaar samenwerken. Ja, nee, en Amerika is niet het land van samenwerken. Het is natuurlijk een land van individualisten die met een geweer klaarstaan als ze op een erf komt. Maar ik vind dus dat we in Nederland op het pensioengebied zeker enorme stappen hebben gezet. Het enige wat echt ontbreekt als de stelsel straks overgaat, is dat we een steeds grotere groep ZZP'ers krijgen of mensen die geen pensioen opbouwen bij een kleine werkgever. En dat loopt langzaam maar zeker naar 25-30% op, naar verwachtingen, in 2040-50. En die mensen die bouwen niks op. Nee, dat is de grootste risicogroep. Maar dat komt altijd omdat tegen ons gezegd, in zekere zin het paternalistische verhaal, als ik het negatief zeg, pensioen, daar kun je ook niet zelf voor zorgen. Los van dat collectief dat het meer oplevert, maar je kunt het ook niet, want ons brein is daar niet op ingesteld. En daar zit natuurlijk wel wat in. Het is zo, ja. Je gaat nooit, niemand gaat, als hij 25 of 30 is, denken, ik ga eens heel goed voor mezelf zorgen, want straks word ik 80 en dan heb ik geen geld meer. Dat kun je met je brein. Hè? Je brein, je probeert wel trucjes zodat je verouderen, je eigen gezicht verouderd ziet. En dan krijg je iets meer sympathie. Hè? Dat zit ook in een film. Dat je dan krijg je. Je ziet je ouderen zelf als een vreemde. Maar... Dat zijn topanimaties, waar we het straks nog over hebben. Ja. Maar dus dat ga je gewoon niet doen. ZZP'ers gaan niet zelf sparen. Dus wat ik zou doen, is zeggen of. Ze moeten verplicht sparen, maar dat willen ze natuurlijk niet. Want ZZP zegt, nee, maar wij zijn de vrije jongens. Wij zijn de cowboys van, sommigen zeggen dat de helft cowboys, niet. Nee, maar vrijheid is ook een heel mooie eigenschap. Is ook zo, is ook heel mooi. Hè? Maar het is ook heel mooi dat je niet heel arm bent als je met pensioen gaat. Maar wat je zou kunnen doen, is wat ze in Engeland hebben gedaan voor de kleine werkgevers, is dat je een auto-enrollment systeem, je wordt verplicht om erin te rollen. Dus je auto, hè, vanzelf, ga je er automatisch ga je erin. Maar je mag eruit stappen. Nou, en als ik dat aan ZZP'ers voorstel, dan zeggen ze, ja, dat is een mooi systeem, want dan mogen we eruit stappen. En wat gebeurt er dan? 8% stapt eruit, of 10%. En de rest denkt, oh, dat is eigenlijk wel goed, ik heb het toch al gespaard nu. Dus die auto-enrollment voor ZZP'ers, kan via de belastingaangifte, via de, weet ik veel, BTW-aangifte, allerlei vormen. Maar dat lijkt me een mooie variant. Of we moeten de AOW iets omhoog doen, dat je zegt, van, een deel van de AOW... is gewoon vast, zoals nu. Dus iedereen krijgt hetzelfde. En daarboven hangt het af van hoeveel je
hebt ingelegd aan extra premie. En dan heb je een iets hoger AOW en een minder grote tweede pijler, dus een bedrijfspensioen. Dan heb je geen waanzinnig groot pensioen, maar toch een heel aardig pensioen. Precies. Waar je in ieder geval van kunt leven. Want in Nederland heeft de laagste armoede in de wereld, iets van 2% onder ouderen. Gemiddelde in de OECD is 16. Maar ja, hebben we voedselbanken bijvoorbeeld nog steeds. We hebben voedselbanken, niet alleen voor ouderen. Voedselbanken in Duitsland zijn alleen maar voor ouderen. Die gaan allemaal naar die voedselbanken. Ja. Die zijn echt straatarm. En inderdaad in Amerika nog veel meer voedselbanken is niet normaal. Precies. In Nederland is dat heel weinig. Maar als wij die tweede pijler, die ZZP'ers, helemaal niets extra laten sparen of een hogere AOW gaan inzetten, dan krijgen wij in 2040, 50, dan gaat die 2% armoede, die gaat ook naar 10%. ZZP'ers is toch geen eenvormige groep. Ik ken ook ZZP'ers die behoorlijk wat geld verdienen. Die zeggen, nou, ik heb gewoon een huis gekocht, dat is goed. Of die zeggen, ik heb pandjes en daardoor kan ik gewoon heel ruim blijven. Maar dan mogen ze uitstappen. Dus dan, als je die auto-enrollment doet. Alleen, dat percentage is best wel laag. Dus dat de gemiddelde ZZP'er heeft gewoon een normale baan in de zorg of in de bouw. En een groot deel is dus ook gedwongen ZZP'er. Ja, gewoon precies. Want het is, die vrijheid is voor minstens de helft is het geen vrijheid, maar is het gewoon een manier van rond kunnen komen. En daar, soms willen ze wel misschien niet voor een baas werken. En ze denken dat het veel beter is, want ze hoeven geen pensioenpremie te betalen. Ja, dat is natuurlijk ook... Het is toch wel bijna een principieel verhaal, denk ik, voor veel ZZP'ers ook. Omdat je gewoon inderdaad van die vrijheid houdt en dat belangrijk vindt. Ja. En daardoor ook voor de economie overigens ook belangrijk kunt zijn. Dat je op een bepaalde manier van natuurlijk, in het leven staat. Jij lijkt mij ook eigenlijk een type van... Ik ben een ZZP'er, natuurlijk. In zekere zin wel ook een vrijheidszoekend iemand. Maar jij hebt je pensioen toch heel goed geregeld. Nou ja, ik heb niks geregeld, maar ik heb gewoon een bedrijf gehad wat ik verkocht heb. En waar ik andere investeringen van kan leven. Ja. Dus, maar dat is meer geluk. Maar ik zou mij niet als voorbeeld willen nemen van zo moet je het doen, want het komt altijd wel goed. Nee, dat is interessant. Want wat je nu zegt, want er zijn natuurlijk mensen als jij die kunnen ook met dit verhaal juist op een podium gaan staan. Dat zie je heel vaak op juist al die congressen, waar er steeds meer van zijn. En dan kun je een fantastisch verhaal vertellen. Dan zeg je, ik ben wel het voorbeeld, want zo kun je het doen. Maar je zegt er keurig bij, het is geluk, want zo gaat het ook vaak. Het is geluk, heel veel is geluk. En heel veel mensen doen het ook. En dan kun je bedrijven, die denken dat ook, maar ja, dat bedrijf is dan opeens niks waard als ze 50 zijn. Nee, want ik heb en dan zit je met de handen in het haar. In die film Je Handeltje Live heb ik ook allemaal mensen geïnterviewd. Jongeren ook. Hè? Nou, laten we inderdaad naar die film gaan, Theo. Goed dat jij het bruggetje zelf maakt. Your Handeltje is live, inderdaad. Ja. Nou, vertel het maar. Heel veel mensen gesproken. Ja, en het leuke is dat ik, omdat ik veel aan het reizen was in Ghana, was ik een pensioenfonds aan het opzetten met een stichting met een paar vrienden. En ik kwam in Japan om les te geven. En dan heb je natuurlijk twee uitersten. Een hele jonge maatschappij en een hele oude maatschappij. Maar allebei worden ze geconfronteerd met dat we ouder worden. En in Afrika word je zelfs... We hebben er 50 jaar over gedaan om 10, 12 jaar ouder te worden in West-Europa. Hè. Langzaam maar zeker betere healthcare, betere zorg. Best snel, hè? Ja, maar daar zijn ze in 20 jaar tijd 10 jaar ouder geworden. Omdat ze natuurlijk heel veel van onze gezondheidszorgproducten hebben gekregen daar. En dat ze natuurlijk versneld aan het inhalen zijn. Dus die ouderdom, ouder worden, daar gaat extreem snel. Ja. Er zijn wel heel veel jongeren, maar die worden straks dus ook extreem oud. En er is helemaal geen enkele oplossing. Alleen, als je dan jongeren interviewt, of in Japan, of in Ghana, ze zeggen allemaal hetzelfde. Ja... Ik denk dat ik dan begin ik een eigen bedrijfje en dan ga ik met mijn 40ste met pensioen. Ja. En hoe oud word je dan? Ja, 100, 105. En je ziet al die mensen, dus hoe lang moet je dan een pensioen hebben? 20 jaar, 30, 40? Ze hebben helemaal niet ingeschat dat helemaal niet kan. Ja. Mensen gaan dat nooit zelf kunnen inschatten. Dus overal in de wereld zie je hetzelfde. Ja, behalve dus in Nederland, want hier kan het, heb je al gezegd. Je zegt, ja, maar de ZZP'ers kunnen het ook niet indenken. De ZZP'ers niet, maar alle anderen die kunnen dus nu denken... Dat is toch een geweldige boodschap, hoor. Als je nu in Nederland leeft en je bent jonger en je weet dat niet... en je bent 25 en je kijkt nu, maak je maar geen zorgen. Nou ja, maak je maar geen zorgen. Precies, maar de 2 op de 3 hoeven zich geen zorgen te maken. Nou, niet over je pensioen. Dus in ieder geval 2 op de 3 als ze geen ZZP'er zijn. Daar komt het dan op neer. Maar dan hebben we toch wel een heel groot probleem nog op te lossen. Die 1 op de 3 in Nederland moet ook worden opgelost. Maar oké, daar gaan we vanuit dat wel gebeurt. Kijk, Wouter Koolmees heeft dan dit project afgerond. Moet nu de NS oplossen, dus dat is helemaal erg. En nu moet er een generatie komen die onze nieuwe arbeidsmarkt gaat omarmen. En zeggen, oké, we moeten voor die mensen ook iets gaan doen. Ja, en die zich vooral daar dus op richten, dat is duidelijk. In Japan is het een ander verhaal. Ja. Want je zegt het daar, laten we even, want Ghana kun je ook. En we kunnen daar ook komen zeker nog even op Amerika. Je hebt veel Amerikanen geïnterviewd en gesproken. Maar als we kijken naar Japan, dan denk je, ja, hoe moeten we daar dan gaan doen? Want inderdaad, al die ouderen. Is het daar wel zo dat er veel te weinig jongeren zijn om uiteindelijk die ouderen te betalen? Ja, absoluut. Dus het pensioenstelsel staat enorm onder druk.
Nou, wordt natuurlijk van deel nu gefinancierd met staatsschuld. Hè, want Japan is een absurd hoge staatsschuld. Ja. Maar ja, die is gelukkig wel niet vanuit het buitenland gekomen, vanuit de eigen mensen. Ja. Maar die, wat je daar ziet is dat mensen veel langer door gaan werken, want ze hebben te weinig geld. En eigenlijk ook de Nederlandse term, de wal keert het schip. Het is niet zo dat Japan heel lang daarvoor heeft zitten nadenken, oh, dat gaan we eens goed doen. Japan is overvallen door de toename in de levensverwachting en de veroudering, de vergrijzing, is in Japan echt over ze heen gekomen. En toen hebben ze heel veel armoede gekregen. Toen zijn ze allerlei dingen opgericht. De zilvercenters en zo, waar mensen nog kunnen gaan werken. Ja, die zitten ook heel mooi daar verwerkt. En die zilvercentra lijken heel goed te werken. Ja. Daar zit een mevrouw in, geloof ik, van 98. Vond ik ook fantastisch. Precies, ja. Die doet het ook gewoon. Hè. Die moet vanuit haar eigen woning moet ze 2-3 keer overstappen. Ja. Ze gaat er toch elke dag naartoe, omdat ze daar dan mensen tegenkomt. Ja, maar ja, je zegt, Japanners moeten langer doorwerken. Maar uit jouw film, documentaire, blijkt toch ook dat dat in zekere zin heel goed is. Want jij zegt, als je gelukkig ouder wil worden, blijf sociaal actief. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, en dat is... ga geen kruiswoordpuzzels oplossen, ook al vind je het leuk. Op een gegeven moment word je daar gek van. Maar steeds met mensen in contact komen, dat geeft hoe dan ook energie. Ja. Zelfs als het negatieve energie is, is het toch goed en beter. Absoluut. Er zijn dus eigenlijk heb ik gedurende de film heb ik heel veel geleerd. Dus ik precies van Terry Jones en gedurende het maken van die film... Ja. Is dit hele tweede deel erbij gekomen, het menselijke aspect. Als mensen stoppen met werken, dan verliezen ze hun sociale kring. Hè. Die wordt heel nauw, dat wordt een eigen familie. Maar dat is vaak niet genoeg om voldoende interactie te hebben en voldoende geluk. Je verliest je fysieke en je mentale inspanning. Want je kunt van kruiswoordpuzzel gaan doen, maar als je in een groep moet samenwerken en een probleem oplossen met een groep, is veel beter voor je hersenen. En dat hebben ze ook echt uitgezocht. Ja. Dan dat je alleen maar een heel klein facetje een kruiswoordpuzzel zit op te lossen. Een heel klein stukje van je hersenen. En dan worden je hersens niet dynamisch door. Hè. Ja, dat vind ik toch interessant. Ik vraag het vaak aan mensen ook nadenken. Dat vind ik ook door met anderen te praten, met vrienden, kennissen. Dan kun je gewoon af en toe door hard te praten met elkaar. Ja. Dan kom je op nieuwe gedachten. Maar er zijn mensen die zeggen, nee, ik heb juist als ik thuis op mijn studeerkamer zit of in bed lig, dan kom ik tot de beste gedachten. Absoluut. Dat kan natuurlijk ook. Nee, ik bedoel, ik heb mijn proefschrift ook geschreven s'nachts, terwijl iedereen naar bed was. En ik met een fles wijn daarnaast. Ook en, nog, moet je ook kijken. Ook nog, ja, dat werkt redelijk. Ja. Maar... dat wil niet zeggen dat de interactie met mensen de dag erop iedere keer belangrijk is. Dus als wij in een café gaan zitten praten, we hebben geen werk, maar we gaan zitten praten. Jij luistert niet naar mij, ik luister niet naar jou. Weet je, dat gebeurt in een café. Hè? Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Zeker. Maar als je samen moet werken, moet je problemen oplossen. Dan ben ik het niet met jou eens en dan komt er spanning bij mij. Dan komen de hormonen vrij. En toch vinden we een oplossing. Dat geeft je purpose, hè? Dat geeft doelen in je leven. Ja. Dus je brein, je fysieke, je hormonen die vrijkomen. Dat zijn allemaal dingen die bijwerken aan een... Erik Scherders is er altijd over aan het praten. Dat je prefrontale frontex die blijft dan actief en die blijft gezond. En dat heeft weer heel veel effect op dingen als het voorkomen van... maar het afremmen van dementia. Ja, maar dan is het juist heel goed. Want jij begon je verhaal. Mensen moeten nu veel te lang doorwerken in Japan. Dat is dan toch helemaal niet erg? Nee. Dat is helemaal niet erg dat die veel te lang doorwerken. Nee, als ik die zin heb gezegd, dan neem ik hem weg. De mensen, het overviel ze dat mensen veel ouder werden. En daardoor moesten sommige mensen moesten ze door gaan werken omdat ze geen geld meer hadden. En dan kregen ze baantjes van €2 of zo. Stonden ze, en dan staan ze daarbij in een garage, staan ze voor €2 per dag. Een uitrit te begeleiden. Af in Amerika zijn de supermarkten zijn gewoon zakken vol te maken. Ja, en dus ze hebben niet over nagedacht van wat moeten we die mensen laten doen. Maar dat mensen die langer doorwerken, dat zit ook in die film met die zilvercenters, dat die veel minder gezondheidskosten hebben, veel betere performance van mensen, veel gelukkigere mensen, mensen die langer leven. Ja. Dat is wel per facet sowieso wetenschappelijk bewezen. En je ziet het ook in de praktijk, in de maatschappij, dat als mensen langer werken, dan blijven ze ook gezonder. En je ziet ook in de film dat inderdaad geld en pensioen heel erg belangrijk is. Overigens, jouw boodschap is natuurlijk wel duidelijk, hè? De overall boodschap van de film. De term pensionering moet met pensioen. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Precies. Dat is belangrijk. En dat zie je ook in Amerika. Dat is een geweldig voel van een mevrouw. En dat is echt, daar krijg je echt tranen van in je ogen bijna. Want die mevrouw heeft hard gewerkt, pensioen. En dan blijkt opeens dat de een op de andere dag ligt er gewoon een envelop. En verder niks, keihard. Het is echt een beetje bijna het algoritmewerk. Wat we hier kennen van de toeslagenaffaire. Of van de postkantoor in Engeland. En dan staat er gewoon, we hebben je pensioen gegeven, alleen het bedrijf is ooit failliet gegaan. En heeft in die tussentijd gewoon niks afgedragen, waardoor uw pensioen wordt gekort met 63%. Ja.
Dus ze heeft opeens niks meer. En je leven valt totaal kapot en weg. Ja. Ook mensen zeggen, geld doet er niet toe, maakt niet gelukkig. Nou, dan kijk je toch anders als je naar deze mevrouw kijkt. Nou, precies. En wat er in Amerika gebeurt, die vrouw heeft dus precies bij een pensioenfonds gezeten die in 60% onderdekking zat. En als je dan uitstapt, dan krijg je dus ook 60% minder. Ja. En die andere pensioenfondsen gaan dat allemaal in de toekomst ook gaan krijgen. Maar die, zolang ze nog meedoen, hè, dan is het, kunnen ze het spelletje nog spelen en iedereen uitbetalen totdat het straks ophoudt. Alleen die vrouw is vervolgens, die hebben door die film gevolgd, is een andere baan, heeft een andere baan gekregen op latere leeftijd en is heel gelukkig. Ja. Want zij zei ook, dat is wel heel mooi, hè? Want zij had geluk dat zij kinderen had, die vond het ook vreselijk voor haar, die wilde haar steunen. Ja. Maar ze zegt heel fijn, ik ben heel blij dat ik zo'n kinderen heb, maar het is verschrikkelijk. Je wil er niet van afhankelijk zijn, dat wil je niet van je kinderen. Ja. Je wil het gewoon zelf doen, het is haar inderdaad uiteindelijk gelukt om een nieuwe baan te vinden. Ja. Maar er was ook een man die zegt, die heeft 10.000 keer, die kwam uiteindelijk ook in een baan. Ja, ook heel vaak, omdat je ouder bent, word je niet aangenomen. Dat is ook een belangrijk onderdeel in die film natuurlijk. Precies, en dat is het probleem in onze maatschappij. Dat wij oudere mensen, die zien wij als nutteloos, hè, bijna. Als, van, ja, wat kunnen die nou nog doen? Lastig, en daar kunnen we grappen over maken. Precies, en daar kunnen we grappen over maken. En, maar uiteindelijk kunnen ze beter afdanken. Terwijl oudere mensen natuurlijk heel veel andere ervaring hebben. Ze zijn misschien niet meer zo goed in fysiek of in hele scherpe wiskunde. Maar ze zijn wel veel beter in het overzien van multidisciplinaire problemen. Als je problemen waar verschillende mensen bij betrokken zijn, en verschillende afdelingen. Dus patronen ook kunnen zien natuurlijk. Dat is wat bedoelde met levenservaring, coaching ook. En waar ik voor zou pleiten, en dat heb ik van die film geleerd, is om te zeggen, van als we ergens rond de 50, 60 worden, dat we dan, of vanuit de overheid, of vanuit de overheid die meewerkt met een marktmechanisme, dat we mensen gaan coachen in waar ben je nou goed in. Wat is er nou veranderd in je leven? Hoe zijn jouw skills veranderd? Waar ben je nu goed in, waar je vroeger niet goed in was? Waar ben je nu niet meer goed in, waar je wel goed in was? Wat zou je wel kunnen doen? Wat drijft jou? Een soort, ik weet niet, de film The Intern kent van Robert De Niro. Dat is een hele leuke. Robert De Niro hebben we nog gevraagd, geprobeerd erbij bij de film te krijgen. Maar ja, die was te druk. Nou, die krijgen, vroeger met Terry Jones was het soms iets makkelijker om dat soort mensen erbij te krijgen. Ja. Maar die is overleden. Ja. Maar dus als mensen die een soort kans krijgen om te kijken wat ze leuk vinden aan werk en waar ze beter zouden passen, dan kunnen ze een hele nieuwe levensfase ingaan tussen hun 60ste en hun 85ste, 90ste. En dan zeggen de vakbonden nu van ja, maar bouwvakkers en zo, die kunnen dat niet. De zware beroepen, nou ja, terecht natuurlijk ook. Ja, die kunnen zware beroepen, ja. Dat kun je misschien juist op je 65 of 67 volhouden, dat begrijp ik ook. Die kunnen die zware beroepen niet volhouden, absoluut niet, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar waarom worden ze niet gecoacht om of coach te worden van de jongeren in datzelfde beroep? Precies. Dat gebeurt al een beetje. Maar ook veel meer van die mensen, een deel daarvan kan natuurlijk in de zorg gaan werken, waar we enorme tekorten hebben. Een deel daarvan, niet natuurlijk, die vindt dat misschien raar en eng, maar die kan misschien in een leraar worden waar we enorme tekorten hebben. Niets daarvan gebeurt. Nou, dat is ook wel overdreven, maar het zit niet in onze maatschappij. Hè. Het gebeurt incidenteel, maar het zit niet in onze maatschappij. En we zijn het niet gewend en zo. Dus hier heb je dus ook inderdaad toch iemand nodig met leiderschap die dit begrijpt. Die de lijnen durft uit te zetten. Ja. Die dit ook zegt, want soms maak je het ook impopulair mee natuurlijk, als je dit soort dingen gaat roepen. Mensen hebben er geen zin in, het moet tot gedragsverandering leiden. Dat is wel heel moeilijk toch? Nou, het is wel leuk, dat zijn ook dingen die ik door die film steeds beter zie. Ja. Maar biologisch zijn we natuurlijk helemaal ingericht om heel veel te willen vreten. Hè? Dus we hebben nu de obesitas-problematiek in de wereld is. Amerika weer, hè? Ja, Amerika, maar dat komt in Nederland ook steeds meer. Hè? En dat neemt alleen maar toe de komende jaren. Want suiker, in biologisch gezien, eet zoveel mogelijk. Want je moet zoveel mogelijk eten, want straks is het er niet meer. En je moet zo weinig mogelijk energie uitgeven, want straks moet je weer rennen. En dat is biologisch, als je kunt rusten, moet je rusten. Dus biologisch gezien willen we te veel eten. Diabetes 2, overgewicht, alle ziektes die erbij houden, hart- en vaatziekten. En je wil stoppen met werken. Iedereen wil stoppen met werken, want het is toch vervelend dat je 's ochtends vroeg op moet. Want je biologisch systeem die zegt, ja, ik wil liever nog even liggen. Ja. En ik zei ook niet dat mensen, zoals die mevrouw van bijna 100 jaar, hè, 5 dagen per week met de bus moeten overstappen in Tokio en dan moeten gaan werken. Maar wel dat ze actief moeten blijven en dat ze moeten worden begeleid in
blijf alsjeblieft actief. Of het nou 20 uur per week is, of 15 uur, of vrijwilligerswerk. Want dat maakt ook helemaal niks uit. Het gaat niet om het geld. Een financieel systeem hebben we in Nederland is goed. Maar omdat ons financieel systeem zo goed is, worden we afgedankt. Lex de Hoogduin zat hier. Hè? Ja. En die zegt, dat gebeurt met mijn hoogleraar. Die moeten met pensioen. Waanzinnig. En dan moet je een reden hebben dat je onmisbaar bent. Wat natuurlijk gewoon betekent dat je iedereen, dat je vriendjes hebt die willen zorgen dat je die baan nog even mag verlengen. Ja. Maar het is absurd dat een hoogleraar met pensioen moet. En dan mag hij wel blijven werken voor niks. Maar dan heeft hij ook zijn zelfesteem niet meer, zet hem in een hokje of zo. En een paar doen nog wel leuke dingen. Maar dat soort dingen, maar dat geldt ook voor bouwvakkers. Die moeten gewoon begeleid worden naar iets waar ze passie hebben. En sommigen gaan ook leuke dingen doen. Ik zeg niet dat iedereen in een diep dal raakt. Maar het is gewoon niet goed dat er een heel groot deel van de mensen veel te lang, en dan bedoel ik niet meer van 67 tot vroeger werden we 80, maar straks worden 90 en 95. En dan zit je dus gewoon. Ja, en je wil gewoon gelukkig ouder worden. Daar gaat het ook over. Daar gaat het in de film ook nog over. Hoe we betekenis inderdaad in je leven kunnen geven. Ja. En dat je niet. En uiteindelijk, laten we eerlijk zijn, uiteindelijk takelen we gewoon allemaal toch af. Hoe gezond we leven, hoe goed we het ook doen. Als je een beetje pech hebt die laatste jaren. Maar je takelt minder snel af. En dan zeggen ze ja. Ja, maar je kunt niet aan de aftakeling ontkomen. Ik bedoel, tuurlijk niet. Vaak met hoogleraar gezondheid heb ik overgesproken. Die geeft het aan de schoolvoet ook toe. Tuurlijk. Die slechte boodschap kunnen wij ook hebben, Theo. Ik kan laatste, hoe geweldig het allemaal doen. Laatste jaren kunnen enorm tegenvallen. Ja, maar het helpt toch wel dat je dan nog langer hebt gewerkt. Dat je langer die betekenis hebt gezien. Dat je langer een kring hebt van collega's waarmee je samen hebt gewerkt. Dat je zelfrespect hebt, dat je gewoon op allerlei. En je blijft er nog iets, in ieder geval iets langer gezonder door. Het kan natuurlijk altijd tegenvallen. Het kan op je 50ste al tegenvallen, op je 60ste. Ik ben veel te veel vrienden al kwijtgeraakt voor mijn 60ste. Dus dat is. Nee, dat is waanzinnig. Dat zie ik in mijn omgeving ook. Dat schrik je gewoon enorm van. Maar dat is ook weer geluk. Dat zijn toevalsfactoren. Dat zijn vaak ook gezonde mensen. Ja. Die hardlopen, weet ik voor wat. Dat gebeurt ook. Eén voorbeeld nog uit je film. Namelijk, omdat het gaat over toverwoord is natuurlijk. Hè, dat is heel belangrijk. Van constant actief blijven, dat is belangrijk. En anderen ontmoeten. Maar wel in gemeenschappen leven met elkaar. Ja. Dat is voortdurend. En dat zie je ook in Amerika dus. Ja. Waar je zo'n woongemeenschap, waar je mensen praat. En die zijn dan bij elkaar. Die wonen dan wel apart. Maar ze doen heel veel dingen met elkaar. Ze doen dit, ze doen dat. En ze beleggen. Dat is heel mooi. Maar toen ik keek, dacht ik ook, ja, soms is dat misschien helemaal niet prettig. Ik zie het in zorgcentra ook bij echt oudere mensen. En dan de een die houdt wel van elke week de bingoavond. En de ander denkt, oh, dat is voor mij al een reden. Ik wil alleen daar niet naar. Ik wil er gewoon niet naartoe. Want dan krijg je toch een soort weer zo'n soort maatschappelijke druk. En dan ben je 80. En denk ik, wil ik een boek lezen op mijn kamer. Maar dat kan niet, want dan ben je asociaal. Nee, je moet aan een groepsactiviteit meedoen. Nee, maar is bij die co-housing die ik in die film liet zien, is het niet verplicht. Hè? Dus iedereen mag zelf weten. Ze koken samen. Maar als je niet wil koken, kook je niet. Hè? Ik dacht, dat snap ik. Maar dat bedoel ik juist. Want dan krijg je toch wel een soort sociale druk daar ook. En denk je, nou, die doet dus nooit mee met het koken. Die doet nooit mee met dit. Die zit er een boek lezen op zijn kamer. Ja, toch denk ik dat het oncomfortabel zijn van dingen. En wat ik altijd goed vind is dat mensen af en toe in een groep zitten en zich oncomfortabel voelen, iets moeten zeggen. Ja. Dat is heel goed voor je hersenen. Hè? Ja. Oncomfortabele situaties moet je niet de hele dag hebben. Ja. Die mensen kunnen continu doen wat ze zelf willen. Maar daar kiezen ze nog voor, hè, in die groepen. Ze gaan naar die co-housing. Hè. Ze hoeven er ook niet heen naar die gemeenschappen. Nee. Maar ik denk dat een van de oplossingen is. En ze zijn er ook. Ik ben in een aantal landen nu, onder andere Canada, heb ik daar een aantal keer over gesproken. En dan zijn ze echt vanuit die film ook gaan denken. Ja, we moeten denken aan langer werken. Of gemeenschapswerk, hè, vrijwilligerswerk. En de co-housing en healthcare, dus gezondheidszorg, allemaal integreren. Ja. Want je moet het allemaal samen zien. Je moet het holistisch zien als een. Als een probleem of juist een uitdaging, maar iets heel moois. Van hoe kun je mensen langer gelukkig houden? Maar nu is het gewoon, ja, je gaat met je 67 maar naar huis en daarna doen we niks meer met je. Nou, we hebben een tijdje gehad dat we mensen in bejaardentehuizen gingen stoppen. Daar zijn we ook van teruggekomen. Ja. Dat was ook helemaal geïsoleerd in hokjes. Dat was ook niet echt nodig. Maar er zijn natuurlijk. Het is gewoon. Ik kijk altijd. Net als wat je moet eten, kijken van waar aten we vroeger? Noten, vruchten, allerlei dingen. Dat is dan kennelijk gezond, hè? Wat deden we vroeger? We zaten in een tribe. En als je ouder werd, dan werd je wel minder productief. Maar ze gingen je vragen stellen. Je werd de mentor van de jongeren. Dat zie je in alle tribes in de wereld. Ja. Totdat urbanisatie kwam en we mensen in hokjes gingen stoppen. En mensen die ouder zijn, die werden afgedankt. En die komen dan in flatjes te zitten. Ja. Urbanisatie maakt het veel erger. In dorpen is het minder erg.
ouderdom dan in grote steden waar, en in miljoenen steden. Ja, uiteindelijk toch, hè, de trek naar de stad. Maar als je ouder wordt, de omgekeerde trek is dan eigenlijk aan te raden. Ja, maar je ziet, ik heb ook in die film laten zien in Ghana, dat die dorpen zijn helemaal leeg. Mensen komen niet meer terug naar die dorpen. Dus je kunt daar niet meer door je kinderen begeleid worden. Want die zijn zelf ook in die stad. Nee, dat is inderdaad ook een heel goed beeld. Omdat je dat andere beeld van Afrika hebt, maar dat is het helemaal niet. En dan kun je op de familie terugvallen, de extended family. Maar dat is een mooi antropologisch verhaal uit de boeken. Maar de praktijk is anders. Precies, de praktijk is, daar heb ik in Ghana ook met politici over gehad. Ja, nee, maar ze kunnen terugvallen op de familie. Dus het is niet zo erg dat ze geen goed pensioen hebben. En de praktijk is urbanisatie. Families wonen ver van hun ouders af. Die zitten niet meer bij elkaar in één huis. Het wordt steeds minder. Hoe langer, na een paar generaties, is het precies als hier. Je krijgt silo's van gezinnen. En armoede onder ouderen neemt gewoon toe. Het mooie in Ghana is, als je nog kunt werken, blijf je lang werken en zijn mensen gelukkig en ook heel gezond. Dat is onderzocht. De ouderen in Ghana, David van Bodegum heeft dat in Nederland ook onderzocht, van die mensen die langer werken, zijn echt heel gezond. Die hebben ook helemaal geen bloedsuikerproblemen. Alleen als je dan niet meer kan werken, dan heb je een heel slecht leven. In Nederland heeft iedereen financieel een goed leven, gaat niet dood, maar is misschien wel ongelukkig en afgedankt. Niet iedereen, maar een deel. Maar daar ben je onderdeel van het proces, totdat je er buiten valt en dan ben je ook echt zuur. En dus eigenlijk zijn ze allebei geen ideale systeem. En moet je een middenweg zien te vinden. Ja, nou ja, gelukkig zitten heel veel voorbeelden die tot een oplossing kunnen leiden in die film. Dat is ook heel prettig. En je ziet heel vaak dat in documentaires inderdaad angstaanjagende beelden, apocalyptisch. Dat is hier bepaald niet het geval. En er valt gelukkig ook al op te lachen, met dank ook aan Terry Jones. Ooit geleerd natuurlijk van deze Monty Python man. Nog één dingetje, Theo. Hoe heb jij het zelf geregeld? Ik bedoel, want op een gegeven moment denk jij ook, jij wordt misschien ook al 100. Dat zou kunnen. Dus ik zou naar jou kijken, ziet er gezond uit. Dus dat zou kunnen. Heel veel energie zit er ook nog in. Wat ben jij van plan tot je 100ste te gaan doen? Nou ja, ik word bijna bang soms dat ik steeds meer dingen ga doen. Vroeger had ik een baan. Hè? En toen had ik een baan en werd ik daarnaast hoogleraar. En toen had ik een baan en werd ik daarnaast hoogleraar en werd ik documentairemaker. En toen ging ik mijn stichting oprichten. En had ik een baan en was ik hoogleraar, documentairemaker en een stichting. En die stichting heeft nu 10 verschillende sub-ondernemingen. Dus dat gedaan heb ik dan wel gelukkig. Dat moest wel, want anders ging ik bezweek ik. Maar er zijn zoveel leuke dingen. Ik heb nu al meer dingen in mijn hoofd dan dat ik ga uitvoeren. Nou, geef er eens eentje prijs, want je blijft gewoon ondernemen. Dat is dan eigenlijk het toverwoord ook en dat doe je al heel lang. Maar noem eens iets. Ondernemen is met name om te zorgen dat we dingen opzetten waardoor er meer privaat kapitaal hier, bijvoorbeeld van pensioenfondsen, richting Afrika en Azië en Zuid-Amerika gaat. Richting renewable energy, al die dingen. In Afrika gaat het groeien, daar komen 2 miljard mensen bij. We kunnen hier niet. Hier gaat heel veel geld naar die windmolens. Want iedereen wil in die windmolens investeren. Maar er gaat bijna geen cent naar Afrika. En daar hebben ze honderden miljarden nodig om die transitie te maken. Nee, zeker. Maar daar gaan we een keer apart over praten. We hebben afgesproken. Als je me vraagt wat ik doe, dat is fantastisch. Maar jij bent ook zeer begaan bij die ZZP'ers. Je ziet waar gewoon het probleem in Nederland in de toekomst gaat liggen als het over pensioenen gaat. Daar zou je ook een rol in kunnen spelen. Ja, maar ik heb eigenlijk Nederland een beetje achter me gelaten. In die zin, als mensen me vragen om daarmee te helpen, dan zou ik dat wel doen. Maar ik denk dat in Nederland een nieuwe generatie, ik moet een nieuw pensioencontract implementeren. En politici, nieuwe generatie politici, die ik ook niet meer zo goed ken natuurlijk. Nee. Ik zal me misschien af en toe mee bemoeien, maar ik zit met name nu in die ontwikkelingslanden. En mijn nieuwe documentaire wil ik ook in die richting maken, om te kijken van kan ik een documentaire. Dat wordt ook een documentaire. Ja, ik wil zeker wel documentaires bij maken. Goed, zo zie ik wou dit zeggen, dat hoort er wel bij. Your 100 Year Life. Mensen die nu gekeken hebben, denken misschien, ik wil hem ook zien. En dat kan lastig zijn, of niet? Of kun je hem wel ergens, waar kun je naartoe? Ja, hij staat nog niet online, dat je hem zo kunt bekijken. Dat was met Boom Was Boom. Die stond ook pas na een paar jaar, stond hij op 2Doc. Daar staat hij nog steeds trouwens. Altijd leuk om te kijken. Ja. Maar deze film, die zijn we nu nog aan het distribueren, dat hij in heel veel landen wordt uitgezonden. Dus dan mag je hem niet online zetten. Maar als mensen het echt willen zien, dan moeten ze mij een e-mail sturen. Naar de VU of naar Cardano, t.kok@cardano.com. En dan kan ik gewoon een link toesturen met een password. Tenzij ik 1000 vragen krijg. Maar uiteindelijk. Dan word je overweldigd. Hier kijken miljoenen mensen naar. Dus pas op wat je misschien niet moet doen. Maar dat maakt niet uit. Weet je, dan proberen wij dat voor jou te filteren. Nou, hartelijk dank, Theo, voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. En u hartelijk dank voor het kijken naar dit interview.